Ralf de Prachter. En dan start je in één keer in de basis. En dan speel je een wereldwedstrijd. Wat deed dat begin met jou? Ja, we kwamen met volle energie uit de startblokken. Dat was ook het plan. En we maakten gewoon meteen het verschil. We zetten heel veel druk. En Groningen wist niet wat ze moesten doen. En bij ons vielen de schoten erin. Dus ja, dat is fantastisch natuurlijk. Eigenlijk na het eerste kwart was het al min of meer beslist, hè? Ja, toen was het verschil volgens mij al 20 of zo. Ja. Dus dat is wel een heel groot gat inderdaad. Maar ja, beslist weet je natuurlijk nooit hoe het kan lopen. Maar, ja. Uiteindelijk wordt het dan 93-54. Maar kun jij eens beschrijven hoe zwaar deze wedstrijd voor jou was? Want je hebt wat felle duels uitgevochten. Ja, tuurlijk. Ze hebben het niet gegeven. En je moet altijd hard gaan. Tegenstanders zijn fysiek van Groningen, dus daar ben je op voorbereid. En daar probeer je gewoon positie te houden in de bucket. En dat is vandaag goed gelukt. Dus hopelijk kunnen we dat deze serie volhouden. Een soort van oorlogswondje heb je overgehouden aan dit duel bij je oog. Maar dat is misschien ook wel een mooie herinnering nu. Ja, mooi weet ik niet. Het is een wondje, ja, inderdaad. Zoals je zegt, vingertje in mijn oog, niks aan de hand op zich. De sfeer was euforisch bij het publiek na afloop. Maar goed, het staat nog maar 1-0. Eigenlijk is er nog niks aan de hand, hè? Nee, zeker niet. En we moeten nu gewoon zorgen dat we dit niveau kunnen vasthouden. Met dezelfde energie kunnen blijven spelen. En als team kunnen blijven spelen. Dan moet met die instelling moeten we gewoon de volgende wedstrijd ingaan. Ik vroeg dat net aan Kees ook. Het woord energie. Is dat misschien wel het keyword van deze play-offs? Nou, absoluut. Dat heb je sowieso nodig voor elke wedstrijd. Dus. En daarvan gaat het team gewoon beter spelen als je met energie speelt. Ja. Dus dan gaan de schoten makkelijker vallen en dan maak je verdedigend beter stops. En dat moeten we gewoon zien vasthouden. Nou is bekend van de SPM Shooters dat ze nog wel eens een keer traag willen beginnen. Dat kan nu niet meer, hè? Nu is het meteen vanaf het begin 125%. Ja, zeker. Dat is wel de doelstelling, ja. Absoluut.